Hallo, leuk dat je kijkt naar dit informatiefilmpje over het Open Nederlands Kampioenschap Poker 2020-2021. In dit filmpje gaan we je vertellen hoe het nieuwe seizoen eruit ziet qua concept, hoe het qua voorrondes, halffinales, finale werkt en eigenlijk alle ins en outs behandelen. We beginnen met het concept. Het concept bestaat uit online voorrondes en live voorrondes van september tot en met mei. September 2020 tot en met mei 2021. Daarin hebben we tussen de 120 en de 125 live voorrondes en hebben we 78 online voorrondes. In de eerste helft van juli vinden er 4 online kwartfinales plaats. Over die kwartfinales gaan we later nog wat vertellen. In de tweede helft van juni vinden de live halve finales plaats. En in het begin van juli 2021 organiseren wij de live finale. Nou, we beginnen met een stukje uitleg over de live voorrondes. En die gaat Evert jullie geven. Ja, de live voorrondes is weinig gaan veranderd met vorig seizoen. Het zijn er iets minder geworden, zoals Matthijs al zei. Tussen de 120 en de 125 zullen te worden. Vorig jaar waren dat er zo'n 135. En meer dan 100 liggen er al vast. Dus dat programma dat is al volop aan de afrondende fase bezig, zeg maar. Blijft gewoon 13,50 de voorrondes, net zoals afgelopen seizoen. En bij de live voorrondes, daar kun je je plaatsen voor de finale. Als je bij tot 80 deelnemers de winnaar bent. 81 tot en met 160 gaan er 2 door naar de finale en zo door. De beste 5% van de live voorronde die plaatsen zich voor de halve finales. En de beste 6 tot 10% die plaatsen zich voor een wildcard. Of die plaatsen zich maar niet winnen een wildcard. En 2 wildcards is dan weer een halve finale. Ja, dus dat over de live voorrondes die gaan plaatsvinden. Oké, gaan we door naar de online voorrondes. Zoals ik vertelde, er zijn 78 online voorrondes. Die vinden allemaal weer plaats op de Poker 2 app. Deelname aan een voorronde kost €7,50. Eigenlijk blijft de rest helemaal onveranderd, behalve de prijzen. We hebben namelijk geconcludeerd uit afgelopen seizoen dat wanneer we dezelfde prijsstructuur hanteren in de online voorrondes als de live voorrondes, dat het te groot wordt qua aantal mensen in de halffinales en finale. We zitten nu op dit seizoen bijna 500 finalisten. Dus dat vonden we te veel. Vandaar dat we hebben gezegd van oké, er zit best wel een groot verschil tussen live poker en online poker. Waarbij je live poker ook nog veel meer van elkaar kunt zien en veel meer andere elementen erin hebben gezet. Daarnaast is online poker ook makkelijker om heel veel voorrondes mee te doen. Dus we hebben gezegd, oké, we gaan de online voorrondes moeilijker maken om je te kwalificeren voor de finale. Nou, hoe gaat het werken bij de online voorrondes? 1 per 80 deelnemers wint geen finale ticket, maar die wint een halve finale ticket. De beste 5% die wint vervolgens een online kwartfinale ticket. Beste 5%, ja. Vervolgens hebben we de beste 6 tot en met 10%. Die winnen een online wildcard. Een online wildcard is iets anders dan een live wildcard. Een online wildcard kun je namelijk alleen gebruiken voor de online kwartfinales. Nou, alle voorrondes vinden dus plaats van tussen september en mei. En er is maximaal 1 online voorronde per speeldag. Zo zorgen we ook dat er best wel veel spreiding is. En dat je eigenlijk aan best wel veel voorrondes mee kunt doen. Nou, dan gaan we nu even door. We hebben eigenlijk alles over de voorrondes besproken. Blindstructuur, reglement, et cetera, blijft voor de rest gewoon hetzelfde. Daar zitten geen gekke wijzigingen in. Inschrijven kan gewoon nog op dezelfde manieren. Eén puntje die we nog vergeten zijn volgens mij, is dat we ook nog live voorrondes hebben met vaste delers. Die hebben we ook nog, maar die vallen gewoon onder dezelfde regels als de andere live voorrondes. Dan gaan we door naar de online kwartfinales, dat is nieuw dit jaar. Online kwartfinales is een tussenlaag waarvanuit je eigenlijk alleen terecht in kunt komen als je een online voorronde hebt gespeeld. Je kunt namelijk een ticket voor een online kwartfinale winnen door bij de beste 5% te zitten tijdens een online voorronde. Of door 2 keer een online wildcard te winnen. Want 2 online wildcards is ook 1 kwartfinale plaats. En
je kunt een onbeperkt aantal wildcards, online wildcards winnen. Er zijn echter maar 4 online kwartfinales. Dus dat zou betekenen dat je eigenlijk aan 8 online wildcards genoeg hebt om 4 online kwartfinales te spelen. Nou, in het geval van de halve finale is het zo dat je meerdere halve finale tickets samen kunt voegen. Meerdere kwartfinale tickets kun je niet samenvoegen. Dus dat is even belangrijk. Het is dus niet zo dat als je meerdere kwartfinale tickets hebt, dat je daarmee een halve finale ticket hebt. Nou, wanneer je de online kwartfinale speelt, we weten nu dus hoe je er hebt kunnen komen. Wanneer je hem speelt, zal het zo zijn dat de beste 15% per online kwartfinale uiteindelijk doorgaat naar de live halve finales. Daar gaat even wat meer over vertellen. Ja, die live halve finales die zullen plaatsvinden in de tweede helft van juni. Eerste helft van juni de online kwartfinales en dan de tweede helft van juni de halve finales. En bij die halve finales zal 10% zal zich plaatsen voor de finale. Ja, dat is eigenlijk al hoe het was de laatste jaren en dat blijft zo. Ja, je kan dus halve finale verdienen of live. Om bij de beste 5% te eindigen of 2 keer bij de beste 10% en online door per 80 of om te winnen, hè, als er minder dan 80 deelnemers zijn en dan komen de 2 tickets vrij bij 81 tot 160 deelnemers en zo door. Dus dat zijn de manieren waarop je je kan plaatsen voor die halve finale. En bij die halve finale die dus live gespeeld worden op 4 locaties, daar plaatst de beste 10% zich voor de landelijke finale. En die zal dan begin juli plaatsvinden. En dat zal dan in de heerlijkheid van Ermelo zijn, zoals je dat van ons gewend bent. Dan wordt hij natuurlijk altijd gespeeld, het seizoen afgesloten. Ja, en daar gaan we bepalen wat de beste pokerspeler is van Nederland. De winnaar van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Ja. Dan gaan we door naar de kick-off. De kick-off van het Open Nederlands Kampioenschap Poker 2020-2021. Er is dit seizoen helaas geen kick-off. Dat hebben we eigenlijk moeten beslissen. En waarom? En dat komt omdat de finale van het seizoen 2019-2020 is verplaatst naar begin september. Die finale die hopen we natuurlijk dat die plaats kan vinden. Echter betekent dat het niet zo heel goed uitkomt om gelijk een weekend later ook weer een kick-off weekend te gaan te organiseren. Want dan heb je dus eigenlijk 2 weekenden heel kort achter elkaar in de heerlijkheid. Wij vinden dat de heerlijkheid een echte beleving is, echt een heel leuk weekend is. En het naar ons idee voor deelnemers een stuk minder leuk is als je 2 weekenden achter elkaar naar de heerlijkheid zou moeten. Dus daarom hebben we gezegd van oké, dat echte weekend, dat is de finale weekend. En dit seizoen organiseren we geen kick-off. Dus dat betekent dat het nieuwe seizoen gewoon gelijk begint met voorrondes die dan aansluitend eigenlijk gelijk op de finale starten. Dan gaan we door naar het volgende puntje, de coronacrisis. Ja, want daar zitten we natuurlijk nog steeds mee. We zijn nog steeds verplicht om op 1,5 meter te zijn. Nou, als voorbeeld zitten Matthijs en ik hier netjes op 1,5 meter aan tafel. Ja, zoals je ziet, dit is al een iets grotere tafel als die we bij de voorrondes gebruiken. En er zou hooguit nog in het midden daar van de tafel zou nog 1 speler kunnen zitten, maar maximaal met z'n 3. Ja, dat is gewoon niet wenselijk om zo je voorrondes in te gaan. Dus mocht het zo zijn dat de corona-richtlijnen nog steeds zijn dat we op 1,5 meter moeten blijven, dan besluiten we dat we de live voorrondes, zolang als dat telt, dat we die omzetten naar een online voorronde. En ook met de reglementen van een online voorronde. We willen geen onderscheid maken tussen online voorrondes dat je bij de ene een halve finale tikt te winnen en bij de andere finale. Dus alle reglementen worden overgenomen als we van live naar online moeten gaan, naar de reglementen van een online voorronde. Ja, nou, dat was eigenlijk de bekendmaking en alle informatie over het nieuwe seizoen. Volgens mij, ik heb hier verder niks meer aan toe te voegen. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en aandacht. Mocht je vragen hebben, stel je ons gerust een mail op info@overkapoker.nl of lees de informatie op onze website. Alles staat ook uitgebreid uitgeschreven. Of reageer natuurlijk onder onze social media posts. Dan zullen we je vragen ook beantwoorden. Wil ik je bedanken voor je aandacht en dan zien we je graag in het nieuwe seizoen.